Straks meer over de camping waar we deze week verblijven. Maar eerst weer de krenten uit de welbekende pap. Want dit is zo ongelooflijk leuk. Voor diegenen die mij nog niet kennen, ik ben een voetballer, ik ben een golfer. Dat laatste wat beperkter dan het eerste, tenminste, dat wordt wel eens gezegd. En kijk eens, welkom SBS6. Ik ben hier bij Voetgolf International. Ik heb me natuurlijk wel weer voorbereid. Ik heb een keurig gilet, want op de golfbaan hoor je netjes gekleed. Ik heb mijn schoenen in mijn tas. Op zoek naar Henk. Ja, en dan heb ik hem gevonden, de Nestor van deze golfbaan, de held van Venlo, ook wel genoemd. Henk, nou, krijg ik nog een hand van je, Henk? Jij krijgt zeker een hand van me. En zeker als je me zo aanspreekt. Wie speelt er nou voetgolf? Een vrouw, en het is niet alleen voor vrouwen, dat is ook voor heren van alle leeftijd die nooit tegen een bal geschopt hebben. Je hebt geen tactiek nodig, hoef je niet te kennen. Je hoeft geen slidings te maken, geen kopballen. Het is gewoon nadenken. Ja. En wat is het overeenkomst met golven? We hebben het zo aangelegd dat iedereen, maar echt iedereen, moet kunnen voetgolven. Nou, dan rest mij nog één ding en dat is met name omkleden. Want ik vind wel, golf speel je wel op een beetje niveau. Ja, en voetgolf ook. Dus hè, de ruitjes komen mijn tas uit. Hey jongens, dit is hem. Mijn held. Mijn enige held. Aan die twee mensen naast mij, voor de kijkers rechts voor mij links. Ja, ik weet niet wie zijn dat, want dat stelt niet zo heel veel voor op. Pim Balkenstein. Pim Balkenstein. Ga je inmaken, jongen. Ja, nou, welkom. En de trainer. Op de trainer dus, dit is de speler, dat is de trainer. Kan niet! Ja, zo moeilijk is het niet! Zo moeilijk is het niet! Zo. En dat betekent de winst voor mij. We gaan snel terug naar de camping. Nee, we hebben dit natuurlijk niet gewonnen. En ja, Rob, ik ga jou mijn excuses aanbieden, oprecht. Aan jou hoeft het niet gelegen. We waren een team, hè? Zonder ze aan te kijken, van harte gefeliciteerd. En jij ook van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Dit moet je wel een keer gedaan hebben, mensen, echt waar. En nogmaals, je hoeft er echt niet op topklasse of hoofdklasse of eredivisieniveau voor te hebben gevoetbald om dit te kunnen en leuk te vinden. Dankjewel. Wat een geweldige sport. Henk, mag ik je bedanken voor een geweldige middag. Graag gedaan. Ondanks dat ik niet heel goed tegen mijn vlies kan en dat weten heel veel van de kijkers. Wat, even kijken. Ja.